vader had vroeger al boodschappen gedaan, maar dit is een goede aanvulling. Op, ja, dank jullie wel. Ja, jazeker. Ik vind het belangrijk. Ja, gewoon voedsel bij Nederland. De helft mensen weer, nou ja, denken ja. Wij. Ja, ja. Wel, onbewerkte producten. Maar ja, oké, okay, is een beetje ja, verder. Toen kwam het bij dat u corona had. En toen kwam het idee van Henk van, zullen we niet een pakketje brengen namens ons? Van de schijf van vijf, laten zien voedsel uit Nederland. Daar staan we eigenlijk voor, want de meeste agrariërs ergeren zich momenteel een beetje aan, zeg maar aan de producten, bewerkte producten, wat niet natuurlijk is, wat heel veel reclame van gaan maken. Vandaag weer de Albert Heijn met de vegetarische rookworst, of hoe moet je het noemen? Ja, ookworst. Ookworst, ja. Ja, van de Heerma, ja. En er zijn allemaal producten die komen uit de fabriek, die komen niet rechtstreeks. Kijk, uit je groente van het land, dat komt rechtstreeks van het land. Vlees komt rechtstreeks bij ons uit de stal, dat gaat naar de slachthuis in en die komt terug wat in Hamburg op ergens. En, dat is allemaal puur natuur. Er is niks aan bewerkt. Maar een ookworst van de Hema, die is gewoon in een fabriek geproduceerd. Er is chemische bewerking aan vooraf gegaan. In onze ogen is dat niet gezond voor de mensen. Ja, nee, daar ben ik helemaal met je eens. Ik doe hier in het dorp zit één supermarkt en die verkoopt heel veel producten van lokaal Groesbeek. Ja. Daar heb ik heel mooi gezet ook altijd de grote bordjes bij dat het van een lokale boeren is. En ook dat voor consumenten daar op kiezen in plaats van allemaal dingen die van over de hele wereld komen of die op bewerkt zijn. Dus ja. ik weet dat we het vaak met elkaar oneens zijn, maar op dit soort punten kunnen we het ook wel heel goed naar binnen. Ja, dus, ik weet niet of je nog kent, daar is nog met je gesproken in Winterswijk. Ja, ik zat net te denken of het in Winterswijk was of op een andere plek waar het nee, was inderdaad zo'n leven. Klopt, ja. Maar je was een voorzien van over de grens, was je klopt, daar? Ja. Zo, waren wij daar als ludieke actie. Maar ik had eigenlijk deze maand ook een paar werkbezoeken staan bij mensen die niet in Winterswijk, maar in de Utaai, maar in Moed bij een andere project. Oh ja, ja, dat klopt, ja. Die zijn ook door corona, waren heel afgezegd. Ja, dat heb ik sowieso alleen maar thuis. Dus dat, Ja, maar je hebt geen fysieke klachten eigenlijk? Nee, alleen een beetje keelpijn, maar verder eigenlijk niks. Dus ja, ik hoop dat ik na mijn quarantaine dagen weer aan de slag ben. Verder via de telefoon werken ze helemaal door. Ja, dank jullie wel. Ik ga die dan snel in de diepjes leggen. Alle vlees is wel ingevroren, maar het moet wel snel mogelijk weer in de vriezer. Ja, ga ik doen. Dankjewel, ja, Ted. Ja, wetenschap. Ja, we wensen jullie veel wetenschap. Ik hoop dat jullie allemaal gezond blijven. Dus doe voorzichtig. Maar, Gaan we wel vanuit. Ja. Mooi. Oké, thanks mannen. Goed, fijne avond nog. Precies. Dag. Doei, Rob. Bye.